Thanks a lot, you shit brain. Stop! Hou op! Dit kan niet langer zo doorgaan. Ik word thuis opgezocht. En dat soort waanzin. Je mag toch demonstreren, maar houd je aan de wet. En stop nou eigenlijk gewoon met demonstreren. Want wij gaan na de zomer wel met jullie in gesprek waarin we het jullie nog eens uitleggen. Beste politici, dit is exact hetgeen wat jullie over jezelf hebben afgeroepen door stelselmatig niet naar jullie achterban of naar het volk te luisteren. En sterker nog, en natuurlijk haaks tegen ingaan met de meest doorzichtige samensweringsplannen. Dus dan moet je nu niet gaan janken wanneer de mensen die jullie hiermee raken verhaal komen halen inderdaad. En dit zijn tot nu toe trouwens nog enigszins redelijke vredelievende acties geweest. Ondanks dus de wanhoop. Jullie vragen jezelf af hoe deze situatie tot een einde zal komen. En jullie zitten letterlijk met de handen in het haar. Maar het is een hele simpele oplossing hoor. Begin te luisteren naar het volk. Als stevast het overgrote deel van de betrokken mensen het niet eens is met jullie plannen of beleid of besluit, dan moet je dus niet die plannen gaan doordrukken, maar luisteren naar je achterban. Want dat zijn namelijk wel die mensen die jullie op die plek daar hebben neergezet. Jullie staan echt bijzonder ver van de realiteit verwijderd in jullie Haagse bubbeltje. En jullie denken ook vanuit een arrogantie maar alles heldhaftig door te drukken. En jullie roemen elkaar ook zelfs in jullie gecontroleerde media met over jullie prestaties en wat voor geweldige beleidsmakers jullie zogenaamd allemaal zijn. Het is te doorzichtig en te slap voor woorden, beste politici. Nederland is helemaal klaar met dit politieke systeem. Er is geen draagvlak meer. Er is geen vertrouwen meer. En dat hebben jullie ook zelf natuurlijk volledig aan jezelf te danken natuurlijk. En vooral aan mensen zoals die fucking leugenaars, zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge. Want deze ambitieuze leugenaars worden aan alle kanten natuurlijk ontkracht. En het is triest om te zien dat zij echt nog de enigen zijn die überhaupt nog in die leugens geloven. Nederland, nogmaals, is klaar met alle sabotage, corruptie, vriendjespolitiek en andere duistere wefplannetjes. Iedereen ziet het. Iedereen weet waar jullie mee bezig zijn. En hoe langer jullie dat ook ontkennen, hoe sneller het vertrouwen überhaupt verder nog zal dalen. Maar zoals ik al zei, is de oplossing dus ook dichtbij. Geen enkel gezicht wat op dit moment in de Tweede Kamer zit, is in staat überhaupt iemand te vertegenwoordigen uit Nederland. Alle huidige kabinetsleden kunnen vrijwel zeker opstappen. Er dienen nieuwe verkiezingen te komen. Maar niet zoals op de manier zoals wij dat al die jaren hebben gedaan. Want dat systeem is helemaal doordrenkt van jullie fraude en corruptie. We zullen dus als een Nederlandse samenleving zowaar zelf weer eens moeten nadenken over hoe wij vertegenwoordigd willen worden. Eén ding is zeker, wat jullie daar in Den Haag doen, is dat zeker niet. Dat is in veel gevallen zelfs illegaal en strafbaar, maar wordt natuurlijk heel soepel door jullie van tafel geveegd. Want jullie staan namelijk buiten de samenleving in jullie arrogantie. Het is bijzonder triest om te moeten vaststellen hoe dus een groep corrupte leugenaars zo dit land aan het afbreken zijn. En het is diezelfde groep die vervolgens tegen jou en mij zegt dat we wel mogen demonstreren, maar op dat en dat veldje, op tijd in huis en houd je aan de regels. Ja, ja. Dat is triest en ook volledig jullie schuld. Jullie willen daar vandaag hierover misschien gaan debatteren en jullie zullen er ongetwijfeld alles aan doen om dus maar niet op de waarheid uit te komen. En er zal dus ongetwijfeld weer een conclusie of een pakket aan maatregelen uit voortvloeien waar niemand mee geholpen is. Maar dat is namelijk eenmaal wat de Nederlander al vele jaren inmiddels ervaart met jullie als bezielende leiding. Dus jullie roepen heel hard stop, hou op. Maar geven jullie als de bezielende leiding dan maar eens zelf het goede voorbeeld. Stop hiermee. PS, ik heb letterlijk die oplossing dus in mijn hoofd waarbij binnen één dag weer als een normaal Nederland met elkaar door één deur kunnen. Maar ik betwijfel of één van jullie ooit
op zo'n oplossing zou kunnen uitkomen of het überhaupt aan mij of mensen zoals mij zouden vragen. Dus hiermee de onvermijdelijke conclusie gewoon. Die burgeroorlog, die gaat er komen. En dat is jullie eigen schuld. Dat komt, en dat weten jullie ook maar al te goed, namelijk door de manier waarop jullie Nederland aan het slopen zijn. En dat weten de Nederlanders nu allemaal dus ook. Veel succes.